De voorzitter van de Bond van Leraren, Wilgo Valies, is niet te spreken over de uitlatingen van onderwijsminister Lilian Ferrier die in de media zijn verschenen. Valies zegt in een vandaag belegde persconferentie dat de minister, die hij als amateurtje bestempelt, vooroordelen heeft over de leerkrachten. De BVL-voorzitter is het niet eens met de benadering van Ferrier, omdat ze nog voordat ze formeel het roer overnam, zich schuldig zou hebben gemaakt aan allerlei uitspattingen. Valies voorspelt dat de BVL het heel erg druk zal hebben als dit de start is van de minister. Volgens hem is ze in het verleden als kinderpsycholoog ook in de fout gegaan door de schuld te geven aan de leerkrachten, terwijl er zoveel andere factoren een rol speelden in het geheel. Als de minister als professional leiding wil geven aan dit ministerie, moet dit in samenspraak zijn met alle actoren, benadrukt Valies. Wij willen kwalitatief goed onderwijs en dat willen al die leerkrachten ook. Die leerlingen zijn ook even belangrijk voor die leerkrachten. Maar als we kijken naar de opvatting van deze minister, dan laat ze eigenlijk doen voorkomen alsof die leerkrachten eigenlijk het niet menen met die kinderen. En dat zij alleen weet, of dat zij het alleen meent met de kinderen, dus door haar opvatting. Maar die leerkrachten hebben jaren gewerkt. En die kinderen hebben altijd centraal gestaan. We hebben tot nu toe, als we kijken naar de resultaten, die kinderen die zijn opgeleid door diezelfde luien en leerkrachten die niet willen werken, want zo typeert ze die leerlingen, die leerkrachten. Diezelfde leerlingen hebben het heel ver geschopt. Die zitten zelf in de assemblée, die hebben zelf ministerpositie bekleed. Door diezelfde leerkrachten waarover zij zich zo negatief heeft uitgelaten. Valies plaatste hierdoor twijfels bij de professie van Ferrier. Volgens hem kan zij niet alvast uitschelden voordat zij een gedegen onderzoek heeft gepleegd. Iemand die psychologie heeft gestudeerd, moet naar zijn zeggen van de BVL deze zaken inzien. Valies zegt verder dat de minister totaal voorbij gaat aan de omstandigheden onder welke de leerkrachten moeten werken. Heeft die minister gedacht aan die inadequate leermiddelen waarover die leerkrachten beschikken? En dat er niet voldoende leermiddelen ter beschikking is? Hoe gaat de minister daarmee om? Toch? En dan praten we niet over de onvriendelijke situatie op de scholen, kindonvriendelijke situatie, ook de lerarenonvriendelijke situatie. Dus we hebben het heel erg moeilijk. En dan komt de minister. Eigenlijk gaat ze dat nog erger maken. Dus daarom, ik snap het niet hoe die president mensen aanwijst als minister, maar de meest basale, de meest elementaire beginselen beheersen deze mensen niet. En dan worden wij als leerkrachten daarmee steeds geconfronteerd. De leerkracht heeft zich enorm ingezet de afgelopen periode, ondanks die gebrekkige middelen. Heeft ze daarover nagedacht, door meteen uit te varen naar leerkrachten? Heeft ze een gedegen onderzoek gedaan, een wetenschappelijk verantwoord onderzoek gedaan, wat de omstandigheden zijn waaronder de leerkrachten moeten werken? Volgens Valies heeft hij gisteren een groep leerkrachten uit het binnenland ontvangen. Die heeft aangegeven onder welke slechte omstandigheden zij toch het werk blijven doen. De Bond van Leerkrachten wil een adequate persoon op dit grootste ministerie die daadwerkelijk weet wat de problemen zijn in de onderwijssector. De bondsvoorzitter waarschuwt dat wanneer de nieuwe bewindsvrouw acties onderneemt tegen de leerkrachten, zij in totaliteit zullen terugslaan. De duidelijke boodschap van de BVL aan minister Ferrier is dan ook dat zij een andere houding moet aannemen om escalatie te voorkomen.